absenteïsme bij arbeiders neemt in bepaalde bedrijven toe tot 10%. Daarnaast is er ook een toename aan werknemers met burn-out. Het misbruik van absenteïsme is al lang niet meer de frustratie van bedrijven alleen, maar ook steeds meer van de medewerkers. HR-expert Sandra van Dorpen gaat de discussie aan op het kantoor bij Meester Tieleman in Antwerpen. Welkom, Meester Tieleman. Vandaag gaan we het hebben over een heel actueel thema. Het aantal langdurig zieken, we kunnen er niet naast kijken, is heel hoog en is alsmaar stijgende. En vandaag gaan we het niet hebben over de mensen die echt ziek zijn, maar over het blijkbaar toch wel grote percentage of belangrijk percentage van mensen die misschien niet echt ziek zijn. Wat is voor jou schijnabsenteïsme? Dat is een harde kern van werknemers die echt een loopje neemt met de ganse problematiek van absenteïsme en gewoonweg zegt ik kom niet werken en in feite niet ziek zijn. En wat raad jij werkgevers aan om te doen om dit schijnabsenteïsme eigenlijk aan te pakken? Voor mij is het cruciaal dat je als werkgever een zeer krachtig signaal geeft. Daarom is het in feite heel belangrijk om het accent te leggen op de verplichtingen die een werknemer moet respecteren om rechtsgeldig afwezig te zijn wegens ziekte. Dat is tijdig verwittigen en ook tijdig een medisch certificaat binnenbrengen. Kun je misschien een aantal voorbeelden geven van een laks beleid en waartoe dat kan leiden? Iets wat mij treft is dat zeer weinig ondernemingen aandacht hebben voor het medisch certificaat dat wordt binnengebracht. En als men in feite attentief is, dan kan men zien dat bijvoorbeeld iemand zelf met een andere bik, een andere kleur, de datum heeft aangepast. Ook zeer gevaarlijk zijn het louter aanvaarden van scans van een medisch certificaat, geeft sommige bollebozen de kans om aan photoshopping te doen en uiteindelijk telkenmale hetzelfde medisch certificaat te gebruiken. En heb jij ook enkele voorbeelden om zo'n verzuimcultuur eigenlijk tegen te gaan? Een werkgever kan bijvoorbeeld een systeem installeren van perfect attendance. Ik ga alle werknemers belonen die bijna het volledige jaar aan het werk zijn. Anderzijds kan een werkgever natuurlijk ook de fitheid van zijn werknemers gaan stimuleren door bijvoorbeeld wearables te geven of een fitnessabonnement te betalen. Wel beseffen dat de RSZ mee om de hoek zal loeren. Dank u wel voor de heel veel nuttige tips. Ik onthoud vooral dat het voor elke werkgever belangrijk is om een verzuimcultuur ofwel te vermijden ofwel staalhard aan te pakken. Dank u wel voor het gesprek.